Hallo, vandaag ga ik aan de slag met de airfryer en ik ga er, yes, jawel, mosseltjes in bakken met venkel en pastis. De max. Heel simpel, we gaan alle ingrediënten die we gaan gebruiken om ze klaar te maken in een kom doen, mengen en dan gaan die gewoon in het bakaccessoire. Dus, we beginnen. Mosselen is met ajuin, hè. Olijfolie. Twee teentjes look, die ga ik er gewoon over raspen. En dan venkel. Ik vind venkel de max bij mosselen. Als je zegt, ah, oh, Sophie, ik lust geen venkel of geen pastis. Klassiek kan ook, hè. Gewoon witte wijn, ajuin, selder. All good, hè. En het groen mag er zeker bij, hè. En nu gewoon mengen. De helft gaat erin. Pastis. Heerlijk, hè? Oh, I love it. Direct vakantie. Eetlepel. En een beetje kippenbouillon of groentebouillon. Right. Airfryer is voorverwarmd. Die gaan erin. Hè? Voilà, ondertussen maak ik een lekker sausje erover. Slagroom, bieslook. Ik houd het nog een beetje apart om af te werken. Currypoeder. En peper en zout. Alright. We gaan ze niet opschudden, maar ik ga ze gewoon eens omroeren. Nog heel even. Het ruikt heerlijk, dat wil niet zeggen, hè. Dat het klaar is. Lekkere jus. Garnituur. Hoppa. En die gaan erin. En juist hetzelfde, hè. Tegen dat die op zijn, zijn die klaar. Top! Dan gaat er de bieslooksaus over. Met een beetje curry, samen met die pastis. Man, man, man. Een bom van smaak. Afwerken met een beetje sprietjes bieslook. Dat is altijd schoon, hè. Verse kruiden. Kijk, ziet dat af. Aanvallen. Perfect gegaard. Een beetje sap erbij. Mm. Dat moet je echt doen. Heb je een airfryer? Of nog niet? Kopen die handel. Dit is zo lekker en gemakkelijk. Mm. Mij hoorde niet meer. Mm. Ja. Tenzij, het recept staat op mijn website. sophiedemon.be. En ik zou zeggen, schrijf dus zeker in op mijn YouTube. Want er komt nog keiveel meer. Hè. Ciao. Mmm, dit moet je proeven, jong.